En de kunstenaar George Struikelblok heeft zijn solo-expositie Stilte gisteren groots geopend. De activiteit vond plaats in de G-Art Block Contemporary Art and Studios aan de Verlengde Keizerstraat. Na bijkans 5 jaar houdt Struikelblok weer een expositie in Suriname. Op de expo zijn kunstwerken te zien waarin de persoonlijke groei van Struikelblok is verwerkt. Hoogtepunt van de avond was de presentatie van zijn kunstbiografie, George Struikelblok, The Struggle to Success. Hierin is het leven van de kunstenaar en zijn kunststijl uitvoerig beschreven. Struikelblok legt uit dat het boek is geschreven om de jeugd te motiveren en te inspireren. Heel wat struggles geweest, schrijvers die plotseling niet meer wilden schrijven en zo. En ik dacht van nou, ik ga door. En ik moet zeggen, de motor die ik achter het boek had, mevrouw Henna Waldeek. Applaus voor Henna. Zij heeft me gezegd van George, hoe dan ook, we gaan ervoor en er moet een boek over je komen. Nou, dat was 9 jaar geleden. En met die ups en downs is het een beetje rustig gegaan. Omdat een paar schrijvers hebben gezegd, nou, wegens omstandigheden konden ze niet meer schrijven. Dus ik dacht van oké. En ik kom Henna tegen en Henna zegt me, George, we gaan ervoor. Henna staat daar. Henna Brunings. Maak ook applaus voor Henna. Weer. Zwaai mooi. En Henna heeft me gezegd, George, we gaan ook ervoor. En we gaan kijken welke jonge schrijvers we gaan aantrekken ervoor. En zij had een hele goeie. En dat is Donna van Mijnals. Nou, dat was niet jouw taak om Donna van te introduceren, ja? Oh, oké. Oké, oké, oké. Dat is mijn goed. Taak om Donna. Oh, dat is jouw taak. Ja, dat is mijn taak om Donna van te introduceren. Oké, het is een hele, hele struggle geweest. En ik denk van, het is er nu. De biografie is geschreven door Nikki Mulder en Donna van Mijnals voor beiden hun debuut als auteur. Meenals zegt dat hij de wijze waarop Struikelblok met tegenslagen in zijn leven is omgegaan, heel bijzonder vindt. George's verhaal begint als een kleine jonge arm van de straat die eigenlijk heel weinig toekomstperspectieven heeft. Dat verandert door een vriend die hem eigenlijk introduceert... Eigenlijk met kunst vertrouwd maakt. Omdat die naar Nola Hatterman gaat. En dat brengt die verandering. Ik denk dat als Armand er niet geweest was, dan kende wij George Struikelblok niet. Donovan Meijn als schrijver van de kunstbiografie George Struikelblok, The Struggle to Success. Dit boekwerk is gisteren gepresenteerd tijdens de solo-expositie van Struikelblok. De expositiedagen zijn 3 tot en met 9 november, telkens van 5 tot 9 uur.